Goeiedag. Ja, prachtige natuurfoto van deze ochtend. Twee kleine gansjes die schuilen bij je moeder vanwege de kou. Want het is nog steeds wel erg fris, hoor. Temperaturen van zo'n 10, 11 graden als middagtemperatuur, dat is voor deze tijd van het jaar veel te laag. En dat niet alleen, we hebben ook weer te maken met buien. Dat zijn we inmiddels wel een beetje gewend. Een lage drukgebied boven Denemarken, het noorden van Duitsland. Dat zorgt ervoor dat wij weer met die noordwestelijke stroming te maken hebben, waarin buien worden aangevoerd en dus ook die koudere lucht. En ja, voorlopig gaat dat nog wel eventjes door. Vanmiddag dus buienactiviteit, soms misschien wel met hagel. Dat hebben we al veel gezien de afgelopen dagen. Nou, dat kan vandaag ook weer gebeuren, want die bovenlucht die blijft vrij koud. Maar dat gaat dus wel veranderen, want bovenin zien we langzaam maar zeker dat de temperatuur omhoog gaat. Ik kan het u mooi laten zien aan de hand van de weerkaart van het Amerikaans model. Die pakken we dan op donderdagnacht. Dan zien we dat het lage drukgebied alweer wat verder naar het oosten is getrokken. Maar we hebben nog steeds wel te maken met een noordwestelijke stroming waarin buien worden aangevoerd. En dat niet alleen. We zullen ook zien dat het toch wel onbestendig blijft. Want een nieuw lage drukgebied ontwikkelt zich zo'n beetje boven de Noordzee. En dat betekent dat die buienactiviteit nog wel doorgaat. Kunnen zelfs wat gaan clusteren. Dat je wat langer neerslag hebt. Morgenmiddag is dat bijvoorbeeld wel het geval. En het lage drukgebied dat trekt dan uiteindelijk wel weg. En dan zien we een nieuw lage drukgebied dominant worden boven de Golf van Biscayen. En dan gaat er wat veranderen. Dan zijn we inmiddels aangekomen in de nacht van vrijdag op zaterdag, Koningsnacht. En in die nacht krijgen we te maken met een meer zuidelijke wind. En dat betekent dat de zachtere lucht onze kant op gaat komen. En zaterdag is dan opeens de temperatuur een stuk hoger. Maar eerlijk is eerlijk, het weerbeeld blijft toch wel onbestendig. Want met dat lage drukgebied blijft de lucht ook onstabiel. En we zien het ook dat er toch wel meerdere buien over kunnen trekken. Ook zondag houden we nog wel een wisselvallige dag. Maar die wind die blijft dus voorlopig wel eventjes in de zuidhoek. Ook dinsdag is dat nog het geval. Maar een hoge drukinvloed, dat zie ik niet direct. Lage drukgebieden die blijven het weerbeeld wel bepalen. De nacht van maandag op dinsdag lijkt in deze weerkaart tijdelijk wat rustiger te gaan verlopen. Maar als ik de animatie nog eventjes verder laat draaien, dan zien we toch dinsdag later op de dag weer meerdere buien overtrekken. Kortom, wisselvallig weer, maar wel een groot verschil. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur duidelijk omhoog. Nou, morgen is dat nog niet het geval. Ook dan passeren nog een aantal buien in het land bij middagtemperaturen van zo'n 9 of 10 graden en een matige wind uit het zuidwesten. Die wind die gaat langzaam maar zeker wel al wat anders doen. Dat komt natuurlijk ook omdat dat lage drukgebiedje even langstrekt later op donderdag ten noorden van Nederland. En dan de dagen erna, nou dan zien we inderdaad die temperatuurstijging. Zaterdag Koningsdag, midden van het land 17 graden. In het zuiden, in het oosten van het land misschien nog wel 1 of 2 graden hoger, maar wel dus die buienactiviteit. Zondag een dag met veel wind en ook buien, maar wel een zuidenwind. Dus die temperatuur die blijft vrij hoog, 17 tot 19 graden. En dat is echt andere koek dan de dagen hiervoor. En dat niet alleen, er is natuurlijk ook best nog wel ruimte voor de zon. Dus het is allemaal wel wat vriendelijker. Als dan die zon schijnt, dan ziet het er allemaal net even wat beter uit. Houden we dat beeld dan vast? Nou, als ik naar de pluimverwachtingen kijk, dan vallen toch wel een paar dingen op. Want zo zien we in de loop van volgende week feitelijk weer het groen en het lichtblauw terugkomen. En dat betekent dat we toch weer naar een noord-noordoostelijke wind zouden gaan volgens deze pluimverwachting. Maar we zien ook wel dat er veel onzekerheid is. Er zijn ook nog wel wat members in de pluim, zoals we dat noemen, die wat meer voor die westelijke of zuidwestelijke stroming gaan. Wat betekent het voor de temperatuur? Dat kan ik u mooi laten zien. Nou, laten we beginnen met die donderdag-vrijdag. Temperaturen rond de 10 graden. En dan gaan we in het weekeinde omhoog. En dinsdag en woensdag zijn er zelfs opties die naar temperaturen gaan boven de 20 graden voor het midden van het land. Daarna toch wel weer iets wat daling van temperatuur. Dat zou dus kunnen komen omdat dan toch weer wat meer die noordelijke stroming terug gaat komen. Kortom, het weerbeeld blijft voorlopig wisselvallig. Maar we zien wel heel duidelijk dat die temperatuur omhoog gaat. En dat we zaterdag hier en daar, als het zonnetje schijnt, echt nog wel even in een t-shirt van een terrasje kunnen genieten. Fijne dag.